leek zo'n slimme zet. Je geld op een rekening zetten bij IceSave. Ik kan niet geloven dat ik mijn geld kwijt ben. Net als 100.000 andere mensen in Nederland viel ik voor die hoge rente. Je bent aansprakelijk voor het verlies dat met het geld van je zoon is geleden. Het lukt me maar niet om het aan Michael te vertellen. Ik weet gewoon niet hoe. Wat bezielde mij om voor dat procentje hoger te gaan? Kan ik met die helft die nog over is, niet in ieder geval een groot stuk weer goedmaken? Onmogelijk. Ik had mijn geld geparkeerd bij DSB-bank. Ik dacht, ja, Nederlandse bank, die kan toch niet failliet gaan? De gedachte dat je zonder arbeid veel geld kan verdienen, dat klopt alleen maar als de grafietjes omhoog gaan. Er was gewoon veel te veel aan leningen uitgezet. Wat is eigenlijk het verschil tussen beleggen en gokken? Ja, niks. Niks. Beleggen is gokken. Hoe schuldig moet je je voelen om voor geld voor de trein te springen? You're going to be trading 3 securities. Make some money. Good luck. For me to live, I found this nice target to be rich. So you got a 23-year-old kid with $100,000 to burn. Ik doe iets fantastisch goed en ik krijg er 10 miljoen voor. Ik denk dat ik ook buiten mijn schoenen ga lopen. De enige manier om te winnen is risico nemen. Je hebt het gewoon verneukt. Soms verneuken mensen dingen, dat is oké. Okay. Maar waarom praat je niet gewoon over? Weet je hoe fucking vervelend het is dat je alles wil filmen? Uiteindelijk gaat het alleen maar om van ik ben rijk en ik wil alleen maar rijker worden. En nu heeft iedereen gedoekt.